Hoi allemaal! Vandaag heb ik weer eens een make-up tutorial voor jullie. Want tussen al het babygeweld is het ook leuk om af en toe even weer lekker met make-up bezig te zijn. En ik heb nog niks op zoals je ziet. Ik heb net mijn haar gewassen en gedaan. En ja, laten we maar gewoon beginnen. Misschien moet ik mijn haar even vast doen. Misschien gewoon even met een clipje. De haaruitval is begonnen, jongens. Het moment is daar. Ik heb een nieuwe foundation. Ik vind hem heel fijn. Dit is de L'Oreal Nude Magique Cushion Foundation. Het is een beetje een dupe van de Lancôme. Hoe heet die? Miracle. Nou, dat doosje, zeg maar, met zo'n sponsje erin. En volgens mij is het trouwens dezelfde fabriek. Dus ik denk dat het elkaar niet heel veel ontloopt. Ik vind hem heel fijn. Hele lichte, fijne dekking. En er zit dus zo'n sponsje bij waarmee je aanbrengt. Dus daar ga ik mee beginnen. En ook de kleur is heel goed. Ik heb kleur nummer 3, geloof ik. Ja, volgens mij heb ik kleur nummer 3. Er komt nog een review van, denk ik. Ik wil het eerst even lekker testen. Ook hoe die houdt en hoe mijn huid erop reageert. Maar ik vind hem heel fijn. Ik gebruik hem nu denk ik een week. En hij is wel, ja, lichte tot medium dekking. Je kunt hem wel opbouwen hoor, maar ja, veel meer dan medium zal het niet worden. Nou, zoals je ziet gewoon hele mooie, ja, egale basis. Maar je ziet wel dat nog niet allemaal zuiverheden helemaal bedekt zijn. Dan de Catrice Liquid Camouflage op mijn onzuiverheden. En onder mijn ogen. Ik wilde vandaag een beetje een roze look gaan maken. Niet per se matchend bij mijn outfit, maar ik had zin in roze. Dan mijn wenkbrauwen. En die doe ik tegenwoordig met het Anastasia... Met de brow is. Ik ben toch om. Ik moet zeggen, het heeft even geduurd. Voordat ik afstapte van mijn geliefde Catrice wenkbrauwpotlood. Ik vind die nog steeds wel heel fijn. Maar ik vind deze kleur. Het is iets dichterbij. Ik vind deze kleur wel net iets beter. Een matchje. Het is niet de wereld aan het verschil hoor. Ik bedoel. Ik denk dat je veel langer doet met de Catrice. Dus qua budget is die echt, nou ja, veel beter. Maar, ik moet zeggen, ik word hier wel blij van. Een andere nieuwe liefde van mij is het Hourglass Ambient Lightening Powder in Dim Light. Ik dacht dat ik hier nooit verliefd op zou worden, want ik ben niet zo van poeders. Maar, oh man. Dit is dus de kleine verpakking, zoals je ziet. Het is niet de normale. Die heb ik besteld bij Sephora. Of besteld. Een familielid van mij, die heeft familie in Australië, of in Amerika. En die gaat dan af en toe naar Sephora. En dan mag ik een bestelling doen bij haar. Ik was heel blij van. En ik vind het echt super mooi poeder. Het is namelijk heel licht. Het valt bijna niet op. Maar ik weet niet of je het kan zien. Het doet echt net wat voor je. En het matteert niet. Maar het haalt wel de glim weg, zeg maar. Het houdt de glans over. Het laat de glim weg of zoiets. Ik kan het niet goed uitleggen. Maar, och man, ik ben echt helemaal dol op dit poeder geworden. Dat ik echt niet van mezelf verwacht ben. En wat ik al zei, ik ben echt niet zo'n poedertype. Dan bronzer, de Body Shop Honey Bronze. Maar ik ben dus nu echt helemaal om. Dus nu snap ik iedereen's liefde voor de Hourglass range. Dan gebruik ik als oogschaduwbasis de... Oh, dat had ik eigenlijk een ander moeten pakken.
verkeerde kleur gepakt. Nou, dat doet er niet toe. De Maybelline Color Tattoo. En dan is dit de Creamy Mats in Crème de Nude. Ik wilde eigenlijk de Crème de Rose pakken, omdat ik een roze look ging maken. Maar dat heb ik niet gedaan. Blijkbaar. En die brengt dus aan als oogschaduwbasis. Grappig, want ik ben dus nu weer aan het werk. En ik dacht dan, ja, dan heb ik gewoon geen tijd om make-up te doen 's ochtends en zo. Maar ik merk gewoon dat ik altijd als ik begin, denk ik, oh, dan doe ik een snelle look. En dan vind ik het zo leuk. En dan ben ik weer veel te lang bezig met make-up. Maar goed, even een slokje thee. Dan heb ik twee paletjes gepakt. Het Urban Decay Naked 3 en het Clinique palet in Pink Chocolate. En ik twijfelde een beetje. Ik denk dat ik een beetje ga mixen. Dit is Pink Chocolate. Ik denk dat ik begin met, want er zit niet echt een goede highlighter kleur in dat paletje van Clinique. Dus ik begin met Strange, denk ik, uit het Naked The Basics palet. Zo. Oh, ik heb ook een nieuwe kwast waar ik dol op ben. Ik heb een aantal nieuwe dingen. Dit is de Morphe M422. Ik gebruik eigenlijk voor alles tegenwoordig. Nou, dat is niet waar, maar... ik gebruik hem meestal. Gebruik hem zowel voor mijn highlighter kleur als voor mijn beweegd ooglid. Dat is het eigenlijk. Dus dat ga ik nu ook doen. Dus ik breng hem aan mijn binnenste ooghoek. En op mijn arcadeboog of op mijn wenkbrauwbot. En dan ga ik voor deze donkerroze kleur. En die brengt ze ook aan met mijn Morphe kwast. En die breng ik aan op mijn beweegd ooglid. Dan ga ik met mijn MAC 217 in de kleur Limit. En daarna in de kleur Nooner. En die meng ik een beetje. Het zijn dus twee matte roze taupe, mauve-achtige kleuren. Hele goede omschrijving, Karin. En die breng ik aan in mijn arcadeboog. En het is wel grappig. Ik voorheen. Eerder deed ik altijd heel veel kracht zetten met blenden. Maar eigenlijk moet je gewoon aaien. Tenminste, heel veel kracht. Ik deed meer, ja, drukt wat meer. En nu aai ik wat meer. Dat ik vind dat dat mooier blendt. En ik doe het altijd ook net iets boven mijn arcadeboog, omdat ik droopy ogen heb. En anders dan, het hangt zeg maar over mijn arcadeboog heen, dan zie je eigenlijk die kleur bijna niet. Dus ik breng het ook altijd wat bovenaan. En ik bij mijn oogvorm mooier staan. Dan nog een nieuwe favoriet kwastje. En dit is een Sephora kwastje. En dit is uit een reissetje. En het is gewoon een heel klein kwastje, ideaal. Voor bijvoorbeeld je bovenste of je onderste wimperrand. Daar ga ik hem ook voor gebruiken. En ik meng de kleuren Mugshot en Factory. En die breng ik aan langs mijn wimperlijn. En wel heel subtiel hoor. Ik vervaag het behoorlijk. Maar wel dat je wimperlijn net iets intenser wordt. En ook mijn onderste wimperrand. Zie je, het is gewoon net wat intenser. Dan krul ik mijn wimpers. Dan is het tijd voor mascara. En ik gebruik de Max Factor Voluptuous False Lash Effect. En ik hoorde in Amerika hele goede verhalen van de CoverGirl. Ik weet niet precies hoe die heet, maar dat is in ieder geval hetzelfde als de Max Factor variant. Voor degene die niet weten, CoverGirl Max Factor is hetzelfde. Dus ik dacht, daar gaan we voor. En hij heeft een heel bijzonder borsteltje. Een soort bolletje aan het eind. En hij heeft een soort gedraaide kammetjes. Het effect vind ik wel mooi, maar het is zo'n, ik weet niet of je kan zien, zo'n groot borsteltje dat ik er heel, dat ik er niet zo heel goed mee kan werken. Daar komt het een beetje op neer. Als ik zeg maar zo normaal zo doe, dan heb ik zeg maar overal mascara zitten. Dus ik vind het lastig werken, maar ik vind het effect wel mooi. Dus ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik gebruik hem nu een week of twee, denk ik. Ik weet het niet zo goed.
En dan doe ik daar overheen een beetje van de gewone False Lash Effect mascara van Max Factor, maar dan de waterproof variant. En die vind ik wel heel fijn. Die heeft ook wel een groot borsteltje, maar niet zo groot. Dus daar kan ik net wat beter mee werken. En die separeert je wimpers heel mooi. Dan blush. En daarvoor gebruik ik de Body Shop Shimmer Waves in 04. Als die nog een naam heeft. Coral. Deze. En daar ga ik gewoon helemaal doorheen. Sven zei laatst, ja, maar dan meng je al die kleuren. Ja, dat is het hele idee van... Maar ik deed dat met de Bobbi Brown, maar... Ja. En dan lipstick. En dat is deze van Dior. Dit is de Dior Addict in Smile. Ik ben dol op deze lipstick. Het is een hele sheer... bijna glossy lipstick. Maar hij voelt zo lekker aan op je lippen. Love it. Oh, mijn god. Dat moeten we niet hebben. En als laatste wenkbrauwgel. En ik zie dat ik altijd vergeet ik te pakken mijn finishing spray. Maar daarvoor gebruik ik die van de Ethos. Eigenlijk gebruik ik... Gewoon voor dagelijks nu tegenwoordig die van de Ethos. En dan voor in de weekenden, feesten en partijen, Smashbox of de Urban Decay Onlighter. En dan is dit de uiteindelijke look. Lekker roze, girly, lente in mijn bol, roze look. Ik hoop dat je het leuk vond te zien. In ieder geval weer super bedankt voor het kijken. Mocht je nog verzoekjes hebben, want dat vraag ik ook bij mijn... mama, zwanger, dat soort video's. Maar ik vind het ook heel leuk om nog beauty of fashion gerelateerde verzoekjes te doen. Dus mocht je die hebben, laat ze vooral hieronder weten in de comments. Of een iets met hoe je een bepaald kledingstuk moet dragen. Of een celebrity inspired make-up look. Of whatever. Laat me vooral hieronder weten. En ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Deze, een beetje een blauw-groenige. Gewoon een licht grijze.